Elke dag plegen 5 mensen in Nederland zelfmoord. Dat is al heftig. Een groot deel daarvan is lesbisch, homo, bi of transgender. Onder jonge LHBTI'ers is suïcide doodsoorzaak nummer 1. In ROC van Twente in Hengelo is nu de foto-expositie Queer te zien, die eigenlijk anders zijn bespreekbaar moet maken. Eigenlijk iets moet doen ook tegen die cijfers. Straks praten we daarover met Freek Jagerijs van COC Twente Achterhoek. Maar eerst even wat beelden van de aftrap van die expositie gistermiddag. Ja, we zijn nu in de hal van de gieterij. Dat is de hoofdlocatie van ROC van Twente. En ROC van Twente is een van de 2 organisatoren van deze expositie. Dat doen wij samen met het COC Twente Achterhoek. En we hebben de handen ineengeslagen om een expositie vanmiddag te openen. Die hier de hele week nog blijft staan. En die gaat eigenlijk over suïcide, suïcidaal gedrag. Het voorkomen vooral. Dat is vooral het voorkomen van suïcidaal gedrag bij LHBTI-mensen. Maar wat wel heel bijzonder is, deze tentoonstelling heeft tot nu toe alleen nog maar in het westen van Overijssel gestaan. En nu voor de eerst in Twente. Daar zijn we wel een beetje trots op. En wij willen een school zijn waar ook LHBTI-plus mensen heel erg welkom zijn. En we willen hen ook ondersteunen als het soms even wat lastiger gaat. Het doel is vooral dat we alle mensen, maar vooral mensen die soms wat twijfelen, worstelen, wat problemen hebben, de boodschap mee willen geven van je bent niet alleen en praat erover. Ga het gesprek aan. Het belang is denk ik vooral het zichtbaar maken en bespreekbaar maken van de mentale problemen waar LHBTI'ers tegenaan lopen. Hopelijk zo mensen laten zien dat ze niet alleen zijn in hun strijd. Want heel veel mensen worstelen met hun identiteit, voelen zich nergens onderdeel van. We krijgen te kampen met depressiviteit, angststoornissen, noem het maar op. Het doel hiervan is denk ik om zichtbaarheid te vergroten. Een tip die ik zou willen geven is zoek mensen op die jou begrijpen en die jou accepteren zoals je bent. En laat niemand je vertellen dat je je anders moet voordoen dan je bent. Dat zijn mijn tips. Ik ben gevraagd door de voorzitter van COC Deventer. Daar woon ik zelf ook. En die weet wat ik mee heb gemaakt in het verleden. En die heeft om die reden ook meegevraagd van, hey, is het misschien iets voor jou? Zou je daar mee willen werken? En zou jij je verhaal willen doen? En dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. En als we praten over mensen die depressief zijn, dan denken we altijd van, oh, die zijn sip, die zijn somber, die zijn wel teruggetrokken. Dat kan. Maar dat kunnen ook hele tegenovergestelde mensen zijn. Hele actieve, hele uitbundige mensen. En dan weet je niet wat er aan de binnenkant van afspeelt. En ik wil juist bereiken dat mensen realiseren dat het stereotype wat we hebben van een depressief of iemand met zelfmoordgedachten, dat het niet zo eenkennig is als we denken dat het is. Het is juist een heel divers thema. Net zo divers als we met z'n allen kunnen zijn, zo divers zijn ook onze mentale problemen. Ja, praten we nog even verder in de studio met Freek Jager. Welkom, Freek. Ja, goedemiddag. Net noemde ik dat al even, onder jonge LHBTI'ers zelfdoding doodsoorzaak nummer 1. Het is 5 keer zo hoog als bij niet-LHBTI'ers. Bij transgenders is het zelfs 7 keer zo hoog. En ik hoorde jou nou net zeggen, 21% van alle transgenders kampt met suïcidale gedachten. Ja, die heeft zelfs een daadwerkelijke poging gedaan. Dat meen je niet? Ja, dat is echt 10 keer zo hoog als onder de gemiddelde bevolking. Ja, dat zijn schrikbarende percentages. Hè? En hoe komt dat dan, dat ze met die gedachten zitten? Nou, ik denk dat transgender identiteit, dat nog steeds ingewikkeld is. Je merkt dat ook dat mensen bijvoorbeeld op het werk het moeilijk hebben om ervoor uit te komen dat ze in het verkeerde lijf zitten. Dat ze een proces door moeten. Dus dat maakt het leven heel ingewikkeld. Ja. En homoseksualiteit, biseksualiteit is volgens mij tegenwoordig redelijk geaccepteerd. En voor trans mensen is dat toch echt nog minder. Heel veel mensen vinden het ook ingewikkeld om te gaan met mensen die niet duidelijk man of vrouw zijn. Ik weet ook niet waarom dat zo ingewikkeld is. Ik vraag me dat altijd af, maar heel veel mensen vinden dat vervelend. Als ze mensen niet in een hokje kunnen plaatsen, nemen dan afstand. Dus er komt ook heel veel eenzaamheid voor bij mensen met een transgender identiteit. Die cijfers, hè? Mm-hmm. Sinds wanneer worden die eigenlijk bijgehouden? Periodiek worden de onderzoeken gedaan door het Centraal Cultureel Planbureau. Maar er zijn ook heel veel andere onderzoeken. Er is net regionaal weer een groot onderzoek gedaan door Vizier. En eigenlijk komt uit al die onderzoeken wel, de acceptatie gaat echt de goede kant op. Maar de worstelingen bij een kleine groep, die blijft nog heel erg aanwezig. Dus wat gaat de acceptatie en
suïcidepogingen, suïcidegedachten, dat soort dingen, gaan die hand in hand? Zien we dat nee, dan? Dat zou je eigenlijk hopen. Hè? Dat vanzelf ook minder wordt. Dat mensen het minder moeilijk hebben als de acceptatie toeneemt. Maar ja, toch blijven die percentages rondom zelfmoordgedachten en ook daadwerkelijk zelfmoordpogingen, die blijven eigenlijk heel erg hetzelfde. Dat verandert eigenlijk nauwelijks. Heb jij zelf een idee wat die mensen die met die suïcidale gedachten zitten, die zich dus wat die nodig hebben om weer een beetje senang te zijn? Ja, wij hebben dit project samen gedaan met 1in3, zelfmoordpreventie. Zij zijn natuurlijk de expert op dat gebied. En zij geven ook altijd aan, dat is ook een boodschap van je moet praten, je moet contact maken. Dus zoek iemand die je vertrouwt binnen de familie of je vriendenkring of een collega. Of bel desnoods 1in3 of chat met 1in3, dat is ook een mogelijkheid. Mm-hmm. Maar zorg dat je niet alleen blijft zitten met jouw worsteling. Want dat is gewoon de minst goede weg uiteindelijk. Ja, ja. 1in3 is dus ook echt wat je zegt, betrokken bij dit hele gebeuren. Want ik ken 1in3 als, en dan wordt er altijd gezegd, bel 1in3 als je met die gedachten zit. Precies. En ik denk dat is een soort van lijn die je aan de telefoon krijgt. Dan zit er iemand die met je praat, wat heel mooi is. Maar ze doen dus veel meer dan dat ook. Ja, dat klopt. Ja, dit project doen ze. Nou, ze hebben dit samen met de COC's van Overijssel gedaan. Dus Zwolle en Deventer. Maar ook met de GGD samen om het project echt in de provincie gestalte te geven. Ja. Dus de verhalen die in de brochure zitten zijn ook allemaal mensen uit onze provincie. Dus dat maakt het voor mensen die het lezen ook herkenbaar. Mm-hmm. En zij zijn echt experts. Zij weten ook hoe je dat moet aanpakken. En hun boodschap is dus inderdaad steeds, zorg dat je contact maakt. En wij maken gebruik van hun kennis op dat gebied. Want wij zijn natuurlijk geen deskundige als het gaat om suïcide. Nee, precies. Praat erover met elkaar. Maar hoe krijg je dan, want dat is dan de vraag, hè? Hoe krijg je nou, jongeren zitten sowieso soms al wat in een identiteitscrisis. Ja. En als je dan met LHBTI-identiteit, dan kan het ingewikkelder worden. Hoe krijg je ze dan zover om met elkaar te praten of daarover te praten? Nou, dat is ook wel het mooie bijvoorbeeld, dat nu die expositie bij het ROC staat. Dat is een scholengemeenschap. Daar komen heel veel jonge studenten, die lopen daar langs. Die zien dat. Op die manier komt het in beeld. Dus ze gaan hopelijk ook met elkaar praten over het thema. En die scholen bieden tegenwoordig heel vaak ook wel hulp. Sommigen hebben een coach. Of in dit geval bij het ROC hebben ze een loopbaanbegeleider. Die heel open is en waar je altijd terecht kan met je problemen. Ja. Zij was gisteren ook een van de sprekers die vertelt hoe zij dat dan doet binnen de ROC. En op die manier hopen we mensen over die drempel heen te helpen. En je ziet op middelbare scholen tegenwoordig veel GSA's. Dat zijn groepen leerlingen die tot de LHBTIAQ+ gemeenschap behoren. GSA, waar staat dat dan voor? Gender and Sexuality Alliances. Oké, precies. Dus, die zoeken elkaar op. Ja, die zoeken elkaar op en dat is belangrijk. En elkaar ondersteunen, herkenbaarheid van mensen die in hetzelfde schuitje zitten. En dat geeft veel meer kracht. Ja, ik zag ook even, ik bladerde net, je hebt het boekje hier ook voor je liggen, even door. Hè. Er zit Boertjak, die we net zagen, heeft een Turkse komaf. Maar ik zag ook mensen met bijvoorbeeld een christelijke, religieuze komaf. Allemaal, de komaf kan dan nog weer extra ingewikkeld maken. Het gevecht met de genderidentiteit. Ja. Er zijn heel veel verschillende verhalen worden hier geportretteerd. We hebben geprobeerd om zoveel breed mogelijk beeld te geven, zodat iedereen zich ergens in een van de verhalen kan herkennen. Ja. Nou. Jouw eigen verhaal was ik ook nog wel benieuwd naar. Want ik bedoel, je bent onderdeel van die doelgroep. Ja. Heb je zelf ooit suïcidale gedachten gehad? Nee, ik moet zeggen, nee. Toen het project kwam, kon iedereen zich aanbieden om mee te doen. En een collega van mij van het COC Zwolle heeft dat ook gedaan. Die staat ook in het boekje. Mm-hmm. Ik heb zelf die gedachten gelukkig nooit gehad. Wel een worsteling die denk ik iedereen wel meemaakt die tot de gemeenschap behoort. Maar nooit dusdanig dat ik levensmoe werd of gelukkig. Nee. En ik weet niet precies wanneer je uiteindelijk, zeg maar, ouder niet open was, dat je naar andere, dat je op mannen viel. Ik was best wel laat eigenlijk. Ik was 25, dus dat is eigenlijk wel aan de late kant. Hoe zat het op jouw middelbare school of de periode daarna, de jongere periode, zeg maar? Werd er ook op deze manier al aandacht aan besteed? Kon je erover praten zelf? Nee, in die tijd, maar ik stam natuurlijk ook uit, ik ben geboren in de 61. Mm-hmm. In die tijd was er nog helemaal geen aandacht voor dat soort aspecten. Überhaupt niet middelbare scholen, nee. Dus dat vind ik echt wel een mooie. Dat zie je ook dat nu veel beter georganiseerd is. Ja. Die mensen die geportretteerd zijn en die nu bij het ROC staan, dat zijn geen ROC-studenten, toch? Nee, er zit geen student zelf bij. Het zijn ook allemaal mensen die wat verder zijn, wat ouder zijn.
Ja, precies. Had misschien wel gekund. Had gekund, ja, als ze zich hadden aangeboden. Ja, zeker. Had ook gemogen, maar... Ja. Maar het is niet een directe, zeg maar, naar overweging geweest om ze echt alleen daaruit te halen. Want het was een bestaande expositie die je eigenlijk naar het ROC hebt gehaald. Ja. We hebben meer gezocht, die expositie is er. Waar zouden we het niet goed kunnen plaatsen? Ja. En toen hebben we in overleg met ROC ervoor gekozen om hem daar te plaatsen. En we gaan ook nog andere plekken zoeken. Dus we zijn nu ook aan het kijken of die bijvoorbeeld hier in Saxion Enschede kan komen. Misschien nog in de bibliotheek in Hengelo. En we willen eigenlijk heel Overijssel door. Want overal moet je vooral lokaal de mensen gaan bereiken. Ja. Dat is de kracht van een foto-expositie, denk ik. Je was er zelf bij, ook gisteren, ja, bij die zeker. Aftrap. Ja. Heb je reacties gehoord van de mensen die erbij waren, eromheen? Ja, zeker. Ja. Je merkt dat mensen wel onder de indruk zijn. En ik vond het ook mooi, er was een heel breed publiek. Er waren hulpverleners vanuit de GGZ. Er waren mensen vanuit de politie, die natuurlijk soms ook mensen tegenkomen die suïcide hebben gepleegd. Maar natuurlijk mensen die met jongeren werken in de wijken. Die agenten die kunnen natuurlijk ook goed signaleren wanneer het niet goed gaat met een jongen. Kunnen ze daar iets in doen? Dus die hebben ook stapelboekjes meegenomen. Nou, dus in die zin is dat denk ik al heel waardevol een start geweest van de expositie. Ja, precies. En er is nog een week te zien. Ja, het blijft nog een week staan en daarna gaat die toeren door Overijssel. Ja. Ja, precies. Dus nou ja, mocht je het interessant vinden, ga gerust even kijken en... herken jezelf of laat jezelf herkennen of wat dan ook. Freerik Jager, dankjewel van COC Twente Achterhoek, was bij ons.